Beste vrienden, we zien hem weer zitten. Ja, chef voetbal, Telegraaf. En we kennen hem natuurlijk van VI. Hey, de grote Valentijn Driessen. Valentijn, welkom. Harry, jullie... Ja, we gaan... ik val gelijk maar met de actualiteit in huis. Ja. Ja, Louis van Gaal, nieuwe voorlopige selectie. Wat moeten we ervan vinden? Ja, degene die hij geselecteerd had, die zou ik ook geselecteerd hebben. Ik zou ook niet weten... Ik zou ook niet weten wie die vergeten is. Oh! Wie die wel zou moeten selecteren. Dus, nou, kijk eens even aan, vrienden. We hebben hem nog nooit zo aardig en vriendelijk over onze Louis gehoord. Nee, maar ja, dat kan dinsdag natuurlijk heel anders zijn, hè? Want dan krijgen we Louis te horen voor het eerst. Oh, dat dus, ja. Hij wil fitte spelers, ja, dat begrijp ik wel. Als je 3 wedstrijden moet spelen in een week en je wil winnen, zou je fitte spelers moeten hebben. Goed, nou, deze selectie is oké. Nou, dan schakel ik gelijk voorlopig door. Voorlopig is deze oké, ja. Voorlopig is dit oké. Schakel ik gelijk door naar een belangrijk punt natuurlijk. Competitie gaat beginnen. Nou ja, ik wil gewoon maar een paar dingen van jou weten. En dat is, wie worden de kampioen? Laten we daar eens mee beginnen. Wie worden de kampioen? Maar waarom kies je mij daarvoor? Jij ja, natuurlijk. Seizoensgids van de VI gelezen, of niet? Wat zei je? Heb jij die seizoensgids van de VI gelezen? Nee. Daar sta ik gewoon even met 3 glazen bolletjes, meneer Vermegen. Oh, vanwege? De afgelopen 4 jaar ben ik gewoon de meeste voorspellen. Tot 3 keer toe geweest. Nou, zie ik nou hier. Dus daarom bel jij mij toch? Dat heb ik een keer nagaan en dat weet ik dan niet eens. Ongelooflijk, zelfs dat weet ik niet en toch skype ik met jou omdat ik... Ja, maar hallo. Jij ademt voetbal, Valentijn. Jij weet er alles van. Dus jij gaat mij vertellen wie er nummer 1, 2 en 3 worden in de competitie, in de divisie. Gaan we. Ja, dat zou ik toch... Moet ik begin maar eens op 3. Wie wordt de derde? Wat ik in die VI gezegd heb, want dat weet ik nu al niet meer. Maar derde wordt AZ. AZ wordt derde? AZ wordt derde, ja. Oh. Ja, kijk, er zijn wel een hoop gasten weg. Hè. Die Boadu is weg, Stenks is weg, Bizot is weg, maar... Uitgerekend die 3 hebben afgelopen jaar natuurlijk heel weinig laten zien. Die Bizot dan nog een beetje, maar dat is niet mijn keeper. Nee. En Stenks en Boadu hebben gewoon helemaal niks laten zien. Dus ja, als je al derde kan worden zonder Stenks en Boadu vorig jaar in een grote vorm, ja, dan moet je opnieuw derde kunnen worden. Oké, AZ derde. Ja. Dan wordt nummer 2, wie? Ja, PSV. PSV, toch PSV. Oh. Ja, ik heb vandaag ook nog geroepen. Ja. Ik heb ook nog tegen mijn vrouw gezegd, ja, PSV. Ja. Ik zeg, joh, het valt mij daar nou niet mee lastig. Maar ik dacht van, ja, PSV is toch wel aardig. Doet het wel leuk. En... Hoezo zei je tegen je vrouw op PSV? Hoezo zei jij tegen je vrouw op PSV? Nou, ik moest namelijk als meester voorspellen, moest ik mijn lijstje weer invullen bij VI. Ja. En toen zat ik te twijfelen, Ajax of PSV. Maar dat is al een week of 2 geleden. En toen dacht ik, en dat was voor die wedstrijd tegen Midtjylland. Ook nog voor die wedstrijd tegen Galatasaray. Ja. Dus ik denk van, ja, PSV, als die gekke Duitser nou alles op de goede plaats zet, dan kan het wel eens wat worden. Ja. Maar toch heb ik aan Ajax vastgehouden als nummer 1 en PSV nummer 2. Omdat, ja, Mark Overmars, die heeft zo'n dikke portemonnee. En die kan in de winter kan die weer vrijuit gaan spenderen. En wat hij mist, koopt hij gewoon in de winter op om alsnog van PSV te winnen. Ja. Dus Ajax 1, PSV 2, AZ 3. Dat gaat hem worden. Ajax wordt kampioen. Ja, maar goed. Hey, ik vind PSV wel behoorlijk goed, hoor. Ik weet het niet, maar... Ja, hey. Galatasaray deed er gewoon 12 niet mee. En bij Michelin... Hallo, ze hebben al gewonnen van Ajax. Hallo. 4-0. Hey, even niet tegen Michelin. Daar zaten geloof ik 7 in een quarantainehotel. Ja, of een Michelin beginnen. PSV wint met 4-0 van Ajax. Ja, jezus, man. Dat is ja, wat nou? Dit is een beetje warm draaien. Oh, warm draaien. Oh, dit telt niet mee. Enorme afgang voor dat Ajax. Ja, dat mogen we wel zeggen. Maar dat telt niet mee. 4-0. Kampioen. Je 16 punten voor aan het einde vorig seizoen. Ja, vorig seizoen. En de PSV niet versterkt, hè? Want op dat middenveld en in de aanval liepen exact dezelfde spelers die vorig jaar ook al liepen. Bij PSV. Ja, en dan 4-0 die het onder krijgen. Ze spelen toch veel beter, hè? Ze spelen veel beter nu, ja. Op dit moment nog wel. Maar ja... Prijzen, eind van de ritten, verdelen. Parijs is nog ver. Ik weet het niet. Jij zegt Ajax kampioen, dan moet ik me daar aan vasthouden. Nou, wie vliegen eruit dan? Daar gaan we. Go Ahead. Go Ahead? Oh,
Nou, dat vind ik wel heel zielig hoor, voor onze vrienden in Deventer. Die komen net kijken. Maar die andere, die komen ook net, Nek en Cambuur komen ook net kijken. En twee van die drie, die vliegen eruit. Oké. Okay. Ja. Cambuur, Cambuur vind ik, daar heb ik ook een zwak voor. Valentijn, je moet rustig aan, hé. Ik heb Cambuur weg. Cambuur weg, ja. Nek er ook uit, NEC? Kan dat nog? Ja, hè? Nou, ik denk dat het ja, toch? Ja, dan kan het derde. Oh nee, dan gaan er twee uit en die andere moet na de competitie. Ja, alle drie eruit. Dus je moet er twee noemen. Je moet er twee noemen. Wie gaan eruit? Go Ahead en Cambuur. Dat zijn nou nette ploegen. Daar heb ik een zwak voor, dat kan ik niet eens vertellen. Dat heb jij ook voor NEC, want jij bent de enige die NEC durft te zeggen. Maar Cambuur en Go Ahead, en die vliegen eruit. Oh, wat erg zeg. Als we dat dan weten, dan wil ik van jou ook alleen nog even weten wie er gaan promoveren. Emme en ADO. Hij denkt er ook verder over na. Zagen jullie dat? Valentijn die weet dat gewoon. Ja. Het is voor hem een ABC'tje. Nou goed, hou er maar rekening mee in de Haag in Emmen. Dus jullie gaan weer terug, hup, naar de Eredivisie. Nou, wordt het een leuk voetbaljaar, denk je dat? Ja? Altijd. Altijd, hè? Leuk. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Mijn eerste wedstrijd wordt Utrecht-Sparta. Kijk, daar heb je hem al. Wappertij. Ja, dan moet je wel een liefhebber zijn, hè? Ja, dan moet je... Als je daar gewoon heen gaat. Dan ga je gewoon naartoe. Ja. Met een vrolijk gezicht. Iedereen weer een handje geven. Bitterballetje. Bitterballetje. Heerlijk, joh. Lekker. Leuke mensen daar bij Utrecht. Nou, Valentijn. We gaan het allemaal weer lezen in de Telegraaf. Ik dank je hartelijk. En we gaan elkaar weer snel zien. Goed, Harry. Bye bye. Bye bye.